Sreffy Daisy, 7 minuten staat deze week in het teken van 40 jaar onafhankelijkheid van Suriname. Ik denk dat veel Surinamers op een keerpunt kwamen. Wat moet ik doen? Moet ik naar Suriname gaan of moet ik hier blijven? Woensdag 25 november 1975 werd de Nederlandse vlag gestreken en vervangen door de vlag van de Onafhankelijke Republiek Suriname. De verwachtingen dus die geleefd, die er onder de Surinamers waren, is dus niet bewaarheid, hebben we niet van teruggezien. En dan denk ik van ja, we hebben onafhankelijkheid, maar wat hebben we eraan? In deze aflevering spreken we met Surinamers in Rotterdam over de vraag of de onafhankelijkheid van Suriname de band met het land heeft versterkt. En we spreken over het doorgeven van tradities. We zijn welkom op het Rotterdamse Middellandplein bij de kapsalon van Ben Arnhem. Vrijdagavond, een vaste knipavond voor veel klanten. Als je hier binnenkomt als een zwerver, als je teruggaat naar buiten, dan ben je echt een popster. De vrijdagavond is ook het moment om elkaar weer even te ontmoeten. En te genieten van de kookkunsten van Ben. Je werkt hard, maar je moet ook proberen om een beetje te genieten van het leven in het weekend, weet je? Oh, dat is een goede kant op, ja. Ja, dat is goed, zie je. Kijk, dat is echt de herrie van Suriname. Dus, zijn allemaal vruchten van de grond. Zoete aardappelen, groene bananen, rijpe bananen. Dat allemaal gaan wij straks eten met gebakken bakkeljauw. Delano, alsjeblieft. Dankjewel, dankjewel. Smakelijk, ja? Prima jongen, dankjewel. Ziet er goed uit? Weet je wat het was? Je moet je voorstellen, je bent Surinamer en je komt naar Nederland als Nederlander op een Nederlands paspoort. En dan word je in die samenleving opgenomen en ga je twijfelen. Wat moet ik nou doen? Moet ik me gaan aanpassen zoals vele Surinamers gedaan hebben? Die gooien identiteit weg en die gaan lopen als een Hollander. En gaan praten met een bevroren tong. Begrijp je? Dus dan gaan ze praten. Zeg, joh, hoe lang ben je nou in Nederland, joh? En Surinamer zijn joh. Kijk, en dan zeg ik, ik heb gekozen om Surinamer te blijven. Weet je? Je moet ooit toch op eigen benen gaan staan. En natuurlijk gaat het in het begin met heel wat vallen en opstaan. Maar uiteindelijk hebben ze het toch gered, vind ik. Ik moet nog zien dus dat het nu beter wordt. Ik ben er blij mee, ja. Op 25 november 2015 dat ik wel een borreltje pakken, ja. Zeker. Ik ben heel blij met de onafhankelijkheid van Suriname. Klinkt heel Nederlands, hè? Borreltje pakken. Ja, 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 ja. Wambita, wambita, wansopi. Weet je? Ja. Gaat u aan uw haar laten doen? Ja, contouren. De mensen die ik vanavond ontmoet waren al in Nederland toen Suriname onafhankelijk werd in 1975. Maar de band met het land blijft. Soms kan het zijn dat ik een dochter of een zoon heb die misschien een beetje flauwtjes bij zit, koortjes en zo. Heeft mijn oma me geleerd. Je neemt een glas kommetje water, ga je blauwsel kopen die waar je kleren, witte kleren mee was. Dan ga je het kind een badje geven om de geest weer een beetje vrolijk te maken. En eind van het jaar, dat is standaard bij ons, dan gaan we echt een reinigingsbad maken. De wassie. De wassie. Dan gaan we rennen, bloemen kopen, rozen kopen, weet je, parfum. Allemaal Florida water. Dan gaan we bidden. Eerst ga je al het oude wassen en dan gaan al die kinderen rustig in de rij staan. Dan heb je een kalabas en dan ga je ze eerst baden en praat je met hun spirituele krachten, hun jeeën. Van luister, afgelopen jaar had je ook problemen zoals ieder. Maar we gaan al die problemen wassen naar de grond toe, dat het weggaat naar de aarde. En nu gaan we het heerlijke water geven, zodat het nieuwe jaar
alleen mooie dingen voor jou kan brengen. Wanneer zie je zo baden met het heerlijk water, ga je ook geloven dat het jaar goed gaat gaan. En dat is eigenlijk het geloof in je eigen kunnen, in je vertrouwen. Dat gaat je oma even versterken. En dat doe ik met mijn kinderen ook. Ik zeg, jongens, Nederland of de wereld is voor iedereen. Ga en studeer en werk. Maak geen grap, want je krijgt jouw deel wel. En tot nu toe is het geluk met al mijn kinderen. Surinaamse taal. 1. Surinaams eten. En bepaalde Surinaamse gewoontes. Dat zijn dingen die je eigenlijk in deze samenleving, in deze tijd, ook niet meer tegenkomt. Dat je ook rekening moet houden met spirituele dingen. Het hoeft geen voedoe te zijn, het hoeft geen weentie te zijn. Maar dat je die kant van jouw wezen ook ontwikkelt. Dus ik vind dat het ook een deel is wat ik heb meegekregen. En dat geef ik ook door aan hun. Dat het iets is wat je niet moet verwaarlozen. Maar wel degelijk door te wijzen op iets of wat dan ook. Maar het is er, je voelt het. En je moet het niet negeren in ieder geval. En daardoor kan je ook wat meer zelfvertrouwen kweken voor jezelf. En zeggen, hey, dat is eigenlijk wat ik noem echt dicht bij jezelf blijven. Deze week spreken we met Surinamers in Nederland over de onafhankelijkheid van Suriname. Aanstaande woensdag, 40 jaar geleden. De voornaamste plechtigheid op de onafhankelijkheidsdag vindt plaats in de hervormde kerk, die tevens dienst doet als aula van de universiteit. Gouverneur Ferrier wordt hier beëdigd als de eerste president van de Republiek Suriname tijdens een buitengewone vergadering van de Staten van Suriname, geleid door statenvoorzitter Wijntuin. Naar mijn vermogen zal bevorderen. Vrijwel op hetzelfde ogenblik tekent koningin Juliana op Huis ten Bosch in Den Haag de akte van overdracht, waarin Nederland de nieuwe Republiek Suriname erkent als een soevereine staat, die nu, na 300 jaar koloniaal bestuur, onder een president zal bouwen aan een toekomst waaraan Nederland zeker in de aanlooptijd belangrijk zal bijdragen. Ik hoorde zeg maar bij de tweede generatie Surinamers. Dus we waren niet met heel veel. En als je toen naar Nederland kwam, als donkere persoon, en je kwam een ander donkere persoon tegen, 95% kans dat het ook een Surinamer was. Nu is die kans misschien 10% dat het ook een Surinamer is. Het is Afrikaan of weet ik van waar die vandaan komt. Maar toen waren de Surinamers nog schaars, dus je trok naar elkaar toe. Weet je wel, dus daarom zeggen we ook van de Surinamers, we kennen elkaar allemaal. In de jaren rond het uitroepen van de Onafhankelijke Republiek Suriname vertrokken veel Surinamers naar Nederland, omdat ze geen vertrouwen hadden in een stabiele toekomst in hun thuisland. En intussen blijft Suriname leegstromen. Nu de datum van de onafhankelijkheid steeds dichterbij komt, drijft onzekerheid over de politieke situatie daarna tallozen het land uit. Mijn ouders hebben heel hard gewerkt om ervoor te zorgen dat je niks tekort kwam. Ook zij zijn qua werken, omdat zij de eerste generatie waren, op de bodem begonnen. Dus mijn moeder is begonnen als schoonmaakster van Termeulen, dat warenhuis wat je hier had. En heeft het geschopt tot manager in een vrouwenopvangcentrum. Dus die heeft eigenlijk er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat ik niks tekort kwam. Een spontaan volksfeest barst los. En op de eretribune omhelzen premier Aron en oppositieleider Lachmon elkaar langdurig. Ook voor gouverneur Ferrier is dit duidelijk een groots en ontroerend moment. De onafhankelijkheid van Suriname, 25 november, 40 jaar geleden. Een dag die bij de jonge generatie niet met stip in de agenda staat. Zij vieren een onafhankelijkheid die de kinderen niet echt hebben meegemaakt. En ze willen het wel vasthouden. Heeft het één op één effect op mij? Ik ken ervan, ik weet het en mijn moeder die viert het. En de generatie daarvoor en dat respecteer ik. Ik denk dat het misschien bij een generatie voor mij dat ze wat concrete dingen kunnen zeggen. En dat is wat ze hebben overgebracht. En dan zullen de jongeren zeggen, oh ja, dat doen we. Of oh ja, dat herinner ik. Of oh ja. Ik denk dat het bij ons gewoon echt gewoon met de paplepel naar binnen is komen. Zonder enige betekenis, zonder enige
Deze eten met paas of zo? Ja, dan, ja. Wil je nou, jongen? Vis. Dat is toch Goede Vrijdag? Goede Vrijdag, Goede Vrijdag. Dan eten we geen vlees. En dan is het niet van, waarom eet je geen vlees? Ben je vegetariër? Nee, het is gewoon zo, je eet geen vlees. En voor zulke kleine dingen denk ik dat het leuk is als je het gaat spiegelen met de oude generatie. En de jongeren, of de nieuwe, die weten het wel. Maar ze kunnen je heus niet de oorsprong vertellen. Ik weet wel welke manier alles plaatsvindt, want mijn moeder wel echt traditioneel Surinaams is en op betreft eten en noem het maar op. Maar ze heeft me wel altijd vrijgelaten, ze heeft me niet opgedrongen. Weet je, dat vind ik wel mooi, want uiteindelijk, het is net als met geloof, weet je, dat je de vrijheid krijgt om zelf ervoor te gaan kiezen. En nu ik wat ouder word, heb ik wel eens iets wat ik wil later wel meegeven aan mijn kinderen. Dus nu kies ik er zelf voor om er meer mee bezig te zijn. Terug naar de tweede generatie. De opvoeding die zij gekregen hebben was doorspekt van Surinaamse gewoontes. Theater, bier. Ja, die is nou een bier theater, jong. Jeetje, man. Ik moest ten alle tijde ervoor zorgen dat zaken op orde waren. Ja. Het allerbelangrijkste was dat wanneer mama thuis kwam van het werk, dat er geen klacht was. Want dat was al een reden tot een correctie. En vaak ging dat met een inleiding. Kijk hoe hard ik heb gewerkt. Ik ben heel de dag bezig om keihard te werken. En dan kom ik thuis en dan tref ik dit. Nou, dat is dan al een reden tot een tik. Ja. Ja. Ja, want mama heeft heel de dag gewerkt. Ja. Dus als mama thuis komt, dan kan ze er niet veel meer bij hebben. Nee. Dus als de kinderen dan gelijk bovenop de springen van mama dit en hij heeft dit gedaan, zij heeft dat gedaan. Ja. Nee, dus mama, daarom was het altijd belangrijk om de opzichttaken, dat je die als eerste uitvoerde. Ja. En de opzichttaken waren wat mama op zich direct kon zien. Juist. Dus dan praat je over de woonkamer moest netjes zijn, de keuken moest netjes zijn. Je eigen kamer mocht een rommel zijn, want dan ging ze niet direct naar het werk kijken. Dat was weer voor een ander moment belangrijk. Dus taken zijn heel belangrijk in een opvoeding. Dat je netjes gekleed gaat naar buiten. Surinamers hebben nog altijd de gewoonte dat wij hebben kleding die we thuis dragen. En kleding die we buiten dragen. En ook buiten wordt dat ook nog eens uitgekristalliseerd tussen school, werk, feestje. En eventueel kerk. Sponsored by Fanta. Naar voren, allemaal op visie. 1 december staan Ronnie en Erik samen met hun maten op het toneel van het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Met hun in het Surinaams gesproken voorstelling Zit Mooi. Uitgerekend, ik werk hier. In een Nederlandse gevangenis op een afdeling met alleen maar Surinamers. En dat is zo meneer, hè? Als groep en herkenbaarheid is er voor ons Surinamers eigenlijk heel weinig. Nee. Als je naar het theateraanbod kijkt in Nederland, dan zie je ook dat er voor de Surinamers echt Surinaamse dingen is er bijna niks. Ja. Dus daarom vinden wij als Surinaamse artiesten dat we 1 keer in de zoveel tijd, nou 1 keer in het jaar, doen we iets speciaal voor onze Surinaamse mensen. Nieuwe! Kom mooi zitten, daar kom je mooi lachen. Ja, en neem genoeg geld mee, want nyan de. Ja. Isabi toch? Nyan dringi lafu. 1 december, nieuwe Luxor, ja. Zit mooi. Was je dat, hè? Ja, 83 jaar mensen, ze kwam er nog wat van, hoor. Okay, yeah. Hoeré! Zeven minuten staat deze week in het teken van 40 jaar onafhankelijkheid van Suriname. In deze aflevering van 7 minuten zijn we te gast in Zorgcentrum Leeuwenhoek aan de Westkruiskade in Rotterdam. Een plek waar we veel mensen kunnen ontmoeten die herinneringen hebben aan Suriname, maar hun leven hebben opgebouwd in Nederland. Het is een historische gebeurtenis dat Suriname onafhankelijk werd, zelfstandig werd. Dus er kwamen tranen in mijn ogen. Op het Oranjeplein met het standbeeld van Pengel, een der grondleggers van de onafhankelijkheid, wordt tenslotte een grote jeugdmanifestatie gehouden waaraan kinderen uit alle bevolkingsgroepen deelnemen. Creolen, Hindoestanen, Javanen, Chinezen, Indianen. Hun aanwezigheid symboliseert de eensgezindheid waarmee de nieuwe staat zijn bestaan begint. Presidentie is onafhankelijkheid van ons land. 40 jaar van ons land, Suriname. En daarom gaan we allemaal het hier vieren. Ja,
met de mensen van de Leeuwenhoek en de andere gasten die komen. Dan de eer dat hij de weg wil banen. Voor zijn spoor, dan komt u zeker thuis. Kijk omhoog en blijf op God vertrouwen. Suriname heeft het prima gedaan. Maar na met Boutersen, die heeft Suriname een beetje naar onbeschoft. Je kunt je voorstellen, die wou president worden. Daar zo. Dus iedereen die vluchtte naar Nederland. Maar voordien was ik al hier. Koen Elektrotechniek. Die kwam van hieruit naar Suriname. En zo ben ik, stukjes aan naar boven, was ik ook daar zo een kleine voorman geworden. En toen hebben ze contact gemaakt met hier. En ze zoeken monteurs vanuit Suriname. En van daar hebben ze mij gestuurd, maar dan wilt u naar Nederland te zoeken naar monteurs. En vanaf die tijd hebben ze voor mij betaald. Hupsakee, hier zo. Een baan in Nederland kon dus een reden zijn om Suriname te verlaten. De overstap werd ook gemaakt in de hoop hier een betere leven te krijgen. Alle bevolkingsgroepen in hun eigen specifieke dracht zijn vertegenwoordigd in het stadion, als onder het spelen van het volkslied de vlag van de nieuwe Republiek Suriname wordt gehesen. Ik was 23 jaar toen ik trouwde. Maar ja, u weet hoe het leven gaat met mannen en alle vingers een andere vrouw. Dus het leven ging niet. Dan moest je weer uit het leven gaan om weer een andere te gaan proberen. Dus die kinderen zijn nu groot en ik laat alles voor de Heer over. En de Heer zorgt me verder. Daardoor zit ik ook hier, want je door het proberen, je probeert deze land, je probeert deze straat, totdat je een stukje brood hebt. En dat heb ik nodig. Ik heb niets meer nodig. Ik heb een stukje brood, heb een beetje eten, en dat is belangrijk voor me. Naast de gezamenlijke ruimte voor bewoners biedt Zorgcentrum Leeuwenhoek ook een ontmoetingsplek voor bewoners in de wijk. Hoe groot zal ze worden? Zo groot! Mensen! 83! Hallo! Deze dames wonen gewoon nog op zichzelf, maar iedere woensdag komen we hier gewoon gezellig samen bij elkaar zijn. De meesten zijn, ik denk net voor, misschien net voor 75 of net na 75 gekomen. Hoeveel beloftes God er ook zijn, in hem is het. Ja, daarom is het ook door hem het amen tot eer van God door ons. Amen. Ja, wat zal je zeggen? Je weet niet wie het beter zal doen. Dus met die problemen zijn we dan hier gekomen, want iedereen dacht het zou niet goed gaan en zo. En dus zodoende zijn we voor die onafhankelijk gekomen. Ik was in Suriname, ik had gewoon, ik had alles op tijd en ik was een marktvrouw. Ik zat dingen op de markt te verkopen. Maar dan heb ik een ticket gekregen, ik was jarig, ik was 40 jaar geworden. Heb ik een ticket van een vriendin van me gekregen, ben ik naar Nederland gekomen. Die persoon zegt, als het hier bevalt, dan kan ik blijven, maar als het me niet bevalt, dan kom ik terug. En toen ik hier was gekomen, heeft het me bevallen, dus dan ben ik hier gebleven. U zorgt altijd voor ons. Wij moeten op u vertrouwen. Niet op mensen, maar op God vertrouwen. Ja. Want dat werk wat nu gebeurt in de wereld is niet van ons, is niet van u. Maar het is alleen maar de Satan die bezig zijn de wereld in oproer te brengen. Ja. Maar ik heb het niet slecht, ik moet niet jokken. Alleen wil ik teruggaan. En dat gaat niet zo makkelijk. Ja. Waarom? Ja, die kinderen zitten allemaal hier, mijn kleinkinderen zitten allemaal hier. Dus ik kan wel even met vakantie, maar voorgoed, dan kan ik nog niet bepalen.
Ik ben al 42 jaar hier. Ik heb de onafhankelijkheid in Suriname niet meegemaakt. Maar daarna, je gaat, je ziet de veranderingen, je ziet de strubbelingen. Een tijdje vond ik het niet goed gaan in Suriname. Dus ik weet niet van nu. Ik ben 2013 geweest, toen zag je veranderingen. Weet je? Maar veel kan je niet vertellen, want je woont daar niet. Alles goed is te bedragen, dat geeft aan ons land waarheen. Rotterdam scoort goed op de lijstjes van nieuwe toeristische trekpleisters. Maar wat levert dat nou echt op aan bezoekers? Wie zijn die toeristen en wat vinden ze van de stad? Volgende week in 7 minuten.